Ik heb onderzoek gedaan op 2 afdelingen van verpleeghuizen. En daarbij heb ik als een schaduw gekeken bij ouderen, maar ook bij medewerkers, naar eigen regie. En ik heb ontdekt dat er heel veel eigen regie gevoerd wordt door ouderen. En dat medewerkers daar op diverse manieren mee omgaan. Soms bevorderend, soms belemmerend. Ik heb onderzoek gedaan bij ouderen met een lichamelijke beperking. En dan kun je denken aan bijvoorbeeld mensen die een hersenbloeding hebben gehad of die chronisch ziek zijn. En waarom is eigen regie voor hen belangrijk? Eigen regie maakt dat je je leven kunt leven zoals je dat zelf wilt. En dat is in een verpleeghuis heel lastig. Het ontstaat altijd in wederkerigheid. Dus ik zal een voorbeeld noemen. Als je bijvoorbeeld om 7 uur 's ochtends uit bed wil, dan kan het zijn dat anderen dat ook willen. Maar het kan nooit allemaal tegelijk omdat er beperkt personeel is. Het kan ook zijn dat iemand om 9:15 heel graag een televisieprogramma aan wil zetten in een gezamenlijke eetruimte. En dan moeten anderen daar ook naar kijken. Dus het gaat altijd om compromissen zoeken in samenspel. Ik heb als een schaduw meegelopen op 2 verpleegafdelingen met ouderen en met medewerkers. Bij de ouderen viel het me op dat ze over een heleboel zaken regie voerden of wilden voeren. En dat kan over hele simpele dingen gaan, zoals bijvoorbeeld het flesje van de shampoo, dat ze dat graag schoongemaakt terug in de kast wilden hebben en niet met nog druppels eraan. Het kon ook gaan over hoe ze het bed op wilden gedekt hebben. Over allerlei zaken wilden ze regie voeren. Bij medewerkers zag ik dat ze zich vaak niet bewust waren van wat ze inzetten om die regie te ondersteunen. En bij de ene zag ik bijvoorbeeld dat ze de moeite deden om bij iemand met een spraakprobleem toch de keuze te achterhalen van wat ze graag op hun brood wilden. En dat een ander de moeite al niet meer nam en gewoon het brood vast smeerde. En dan is de eigen regie verdwenen. In de dialoogtafel na afloop van de presentaties pakte een van de verpleegkundigen van de afdeling door met het idee van schaduwen. Het leek haar een goed idee om met z'n tweeën naar een cliënt te gaan en dan te kijken of dat wat die ander deed invloed had op de eigen regie van de cliënt, zodat ze daarvan konden leren met elkaar. Hoe gaat het nu verder met je onderzoek? Ik ga met ouderen en met medewerkers in groepjes op de afdeling kijken naar zaken die de eigen regie kunnen bevorderen. Op die manier proberen we te ontdekken wat werkt om de eigen regie te vergroten, zodat ouderen beter het leven kunnen leven wat ze zelf willen.